Goedemiddag. Hierbij open ik deze academische zitting waarin Floris Hendricks het academisch proefschrift getiteld Supporting Muscle Maintenance in Patients Undergoing Hemodialysis in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Jazeker. Geachte prorector, geachte corona, lieve familie, vrienden en collega's. Binnen de komende 15 minuten wil ik jullie graag een samenvatting geven van de belangrijkste bevindingen uit mijn proefschrift getiteld Supporting Muscle Maintenance in Patients Undergoing Hemodialysis, oftewel in het Nederlands het ondersteunen van spierbehoud bij patiënten die hemodialyse ondergaan. De nieren, dat zijn twee belangrijke organen voor het menselijk lichaam. En ze zorgen er continu voor dat afvalstoffen uit het bloed worden gefilterd en dat onze vochtbalans op orde is. Maar helaas zijn er een hoop mensen waarbij de nieren niet optimaal meer werken. Er wordt geschat dat 1 op de 10 Nederlanders een verminderde nierfunctie heeft. En naarmate de nierfunctie vermindert, kunnen afvalstoffen zich ophopen in het lichaam. Klachten ontstaan echter vaak pas wanneer deze afvalstoffen, wanneer de nierfunctie sterk is verminderd. En als dat het geval is, dan kunnen afvalstoffen zich ophopen tot gevaarlijke concentraties. En bij deze mensen, ja, die moeten behandeld worden. En een deel van deze mensen kan dan een niertransplantatie ondergaan, waardoor de nieuwe nier de afvalstoffen verwijdert. Maar bij de andere mensen moeten de afvalstoffen kunstmatig uit het lichaam verwijderd worden. En vaak gebeurt dat middels hemodialyse, waarbij een kunstnier wordt gebruikt die ik hier rechts op de slide heb afgebeeld. En mensen die ondergaan hemodialysebehandelingen vaak meerdere keren per week en elke behandeling duurt 3 tot 4 uur. En dit zorgt ervoor dat er voldoende afvalstoffen worden verwijderd, zodat deze patiënten kunnen overleven. Maar we zien dat patiënten die langdurig hemodialyse ondergaan vaak een lage kwaliteit van leven hebben. En een van de manieren waarop we deze lage kwaliteit van leven terugzien is een verminderde spiermassa en spierkracht in deze populatie. En dit geeft veel ziektelast, doordat dingen die voor mij vanzelfsprekend zijn, zoals bijvoorbeeld vanochtend mijn pak aantrekken, die kunnen niet meer zelfstandig worden uitgevoerd. Nou, die verminderde spiermassa en spierkracht bij patiënten die langdurig hemodialyse ondergaan, dat heeft verschillende oorzaken, zoals de opstapeling van afvalstoffen tussen behandelingen door, verhoogde ontsteking in het lichaam en een lage beschikbaarheid van aminozuren. Aminozuren, dat zijn de bouwstenen van eiwitten in het lichaam en zijn daarom heel belangrijk voor de spieren. En bij een lage beschikbaarheid van aminozuren, dat remt de spieraanmaak, waardoor die niet meer in balans is met de spierafbraak en de patiënten de spiermassa en spierkracht verliezen. En die lage beschikbaarheid van aminozuren bij patiënten die hemodialyse ondergaan, dat komt voor een belangrijk deel door het verlies van voedingsstoffen tijdens hemodialyse. Tijdens hemodialyse wordt het bloed van de patiënten door een kunstnier heen gepompt. En wat er in die kunstnier gebeurt, dat heb ik op deze slide schematisch weergegeven. Dus het bloed hier in het midden, dat stroomt door die kunstnier langs een membraan met aan de andere kant dialysevloeistof. En dat membraan heeft hele kleine gaatjes. En belangrijke cellen voor het lichaam, zoals rode bloedcellen, die zijn te groot om door die gaatjes te passen. En die blijven dus in het bloed en komen weer terug bij de patiënt. En afvalstoffen, hier in het geel, die zijn kleiner en kunnen wel door die gaatjes heen, waardoor ze deels in de dialysevloeistof terechtkomen en daardoor worden verwijderd. Maar aminozuren, die zijn ook klein en passen ook door die gaatjes heen, waardoor die ook worden verwijderd tijdens hemodialyse. Nou, in de eerste studie van mijn proefschrift wilden we onderzoeken hoeveel aminozuren er nou worden verwijderd bij patiënten hier in het MUMC. En hiervoor selecteerden we patiënten die een normale dieet volgden, dus ook gewoon aten tijdens hemodialyse. En gemiddeld consumeerden deze deelnemers 20 gram eiwit gedurende hun hemodialysebehandeling. En voor en na de hemodialyse namen we bloed af om de concentratie aminozuren in te meten en we tapten continu dialysevloeistof af, zodat we konden bepalen hoeveel aminozuren
er werden verwijderd. Nou, en dat bleek gemiddeld 12 gram te zijn, zoals hier weergegeven met het oranje streepje. En die blauwe bolletjes, dat zijn de individuele resultaten van de deelnemers. Nou, en 12 gram aminozuren die direct uit het bloed worden verwijderd, dat is erg veel als je bedenkt dat maar de helft van de hoeveelheid ingenomen eiwit beschikbaar komt als aminozuren in het bloed. En zoals ik al vertelde, keken we ook naar de aminozuurconcentratie in het bloed. En de concentratie voor de hemodialyse is hier weergegeven met het blauwe balkje. We zagen dat door de verwijdering van aminozuren tijdens dialyse de concentratie aminozuren in het bloed ook daalde, zoals hier weergegeven met het oranje balkje na de hemodialyse. Gemiddeld zagen we een daling van de aminozuren in het bloed met 20%. En dat is dus ondanks dat deze patiënten gewoon 20 gram eiwit consumeerden tijdens dialyse. Nou, dit is een belangrijke oorzaak van het spierverlies bij patiënten die hemodialyse ondergaan. Maar toen hadden wij daarna de vraag of we daar nog iets aan konden doen. Dus in de volgende studie hebben we gekeken of we die verwijdering van aminozuren konden compenseren middels eiwitinname tijdens hemodialyse. En daarvoor hebben we patiënten tijdens één hemodialysebehandeling een eiwitdrank laten innemen en tijdens de andere hemodialysebehandeling een placebo-drank, waar dus geen eiwit in zat. In deze grafiek wordt de gemiddelde aminozuurconcentratie in het bloed weergegeven van de hemodialysebehandeling waarbij patiënten de placebo-drank innamen, dus eigenlijk gewoon in een gevaste toestand bleven. En zoals jullie links kunnen zien, daalde eerst de concentratie van aminozuren in het bloed en bleef die gedurende de rest van de hemodialysebehandeling laag. Nou, en dat zorgt er ook voor dat de aminozuurbeschikbaarheid over de hele hemodialysebehandeling een stuk lager ligt dan in normale toestand het geval zou zijn. En diezelfde dialysepatiënten gaven we tijdens een andere hemodialysebehandeling in plaats van die placebo-drank een eiwitdrank op het moment wat hier is weergegeven met de pijl. En zoals deze gekleurde lijn laat zien, was die eiwitdrank voldoende om het verlies van aminozuren volledig te compenseren tijdens de rest van de hemodialysebehandeling. En dat was ook terug te zien in de aminozuurbeschikbaarheid, die nu zelfs iets hoger uitkwam dan in de normale toestand het geval zou zijn. Nou, die lage aminozuurbeschikbaarheid tijdens hemodialyse, dat is niet de enige oorzaak van de verminderde spierkracht en spiermassa bij deze patiënten, maar ook het gebrek aan fysieke activiteit is een belangrijke factor. Gelukkig zijn er in Nederland wel steeds meer dialyseafdelingen waaraan patiënten wordt aangeboden dat ze kunnen bewegen tijdens hemodialyse. Maar wij dachten dat bewegen in een gevaste toestand in combinatie met die verwijdering van aminozuren tijdens hemodialyse wel eens averechts zou kunnen werken en de spierafbraak zou kunnen stimuleren. Nou, hierom hebben wij gekeken wat beweging tijdens hemodialyse doet met de aminozuurbeschikbaarheid en de verwijdering van aminozuren. Dit hebben we gedaan middels een speciale dialysefiets. En die stelde patiënten in staat om te bewegen tijdens hun hemodialysebehandeling. En we zagen dat wanneer patiënten deze beweging uitvoerden in een gevaste toestand, dat dit geen negatief effect had op de aminozuurverwijdering of de aminozuurbeschikbaarheid. Maar we zagen ook dat het beter was om die beweging te combineren met eiwitinname, zodat er na de beweging voldoende aminozuren beschikbaar waren voor de spieren om te herstellen. Dus de combinatie van eiwitinname en fysieke activiteit tijdens hemodialyse heeft de voorkeur om spierbehoud te stimuleren. Maar ik ben nog niet klaar, want het is ook van belang dat deze interventies geen negatief effect hebben op het hoofddoel van de hemodialyse, dus het verwijderen van afvalstoffen. Daarom hebben we ook onderzocht wat eiwitinname en bewegen tijdens hemodialyse hierop doen. En in deze grafiek is de verwijdering van ureum, dat is een van de belangrijkste afvalstoffen, tijdens hemodialysebehandelingen weergegeven. En we zagen dat wanneer patiënten
tijdens dialyse bewogen in een gevaste toestand, dat dat geen negatief effect had op de effectiviteit van de hemodialyse, maar dat er juist iets meer ureum werd verwijderd tijdens het bewegen. En daarnaast zagen we dat eiwitinname ook resulteerde in een verhoogde verwijdering van ureum tijdens hemodialyse. En nierpatiënten die nog geen hemodialyse hoeven te ondergaan, die wordt vaak aangeraden om een eiwitarm dieet te volgen, omdat dit zorgt voor minder ureum in het bloed. Maar een eiwitarm dieet heeft weer een negatief effect op de spieren, omdat er dan niet genoeg aminozuren beschikbaar zijn om spiereiwitten op te bouwen. En daarom is het voor alle nierpatiënten van belang dat het eiwit wat wordt ingenomen zo optimaal mogelijk wordt gebruikt om spierbehoud te stimuleren. En hiervoor kunnen we ketozuren gebruiken. En ketozuren die kunnen in het lichaam worden omgezet naar aminozuren, maar zorgen er niet voor dat er meer ureum in het bloed komt. En eerder onderzoek is ook al aangetoond bij gezonde mensen dat de inname van ketozuren de aanmaak van spieren kan stimuleren. Nou, in ons onderzoek hebben we gekeken of het toevoegen van ketozuren aan een kleine hoeveelheid eiwit het positieve effect van eiwitinname tijdens hemodialyse kan versterken. En hiervoor hebben we onder andere gekeken naar de afbraak van aminozuren, ook wel aminozuuroxidatie genoemd, tijdens hemodialyse. Deze zwarte lijn geeft aan hoeveel aminozuren er werden afgebroken tijdens hemodialyse als we de patiënten alleen eiwit gaven. Nou, en als we de patiënten naast eiwit ook ketozuren gaven, dan werden er minder aminozuren afgebroken, zoals hier weergegeven met de gekleurde lijn. En dat betekent dus dat het eiwit efficiënter gebruikt kon worden om spierbehoud te ondersteunen. Concluderend heb ik verteld dat tijdens hemodialyse patiënten een substantiële hoeveelheid aminozuren verliezen, wat gelijk staat aan de hoeveelheid aminozuren die beschikbaar komen na een hele maaltijd. Gelukkig hebben we ook gezien dat eiwitinname tijdens hemodialyse dit aminozuurverlies kan compenseren en dat beweging geen negatief effect heeft op het aminozuurverlies of de aminozuurbeschikbaarheid. Daarnaast heb ik ook verteld dat eiwitinname en beweging de effectiviteit van hemodialyse niet verminderen. En deze interventies zouden dus zoveel mogelijk aangeraden en aangeboden moeten worden aan patiënten. En als laatste heb ik verteld dat het toevoegen van ketozuren aan eiwit het positieve effect van eiwitinname tijdens hemodialyse kan versterken. Dank u wel voor uw aandacht en dan geef ik graag het woord terug aan de prorector. Dank u wel voor deze zeer heldere presentatie. De oppositie zal worden gestart met professor Blaak, professor of humane biologie aan deze universiteit. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovendus, allereerst van harte gefeliciteerd met dit hele mooie proefschrift. Het bevat een aantal zeer gecontroleerde studies naar eiwitsuppletie, al dan niet met brainchain ketoacids en inspanning. Tijdens hemodialyse bij deze patiënten met chronische nierziekte. Het is ook heel goed en gefocust geschreven en ik denk dat het hele belangrijke aanwijzingen geeft richting behandeling. En ook wil ik natuurlijk uw promotieteam in de felicitaties betrekken. Ik heb inderdaad uw proefschrift met veel interesse gelezen. Het is een beetje buiten mijn eigen expertisegebied, dus ik heb heel erg veel geleerd. En wat ik ook ergens tegenkwam, ook in literatuur, is gerelateerd aan de rol van de darm. Ik kwam termen tegen dat de darm ook wel als vervangende nier wordt beschouwd. De darm-nieras, gut kidney access. Hoe belangrijk is die darm nu in de etiologie van chronische nierziekte? Hooggeleerde opponent, dank voor de aardige woorden en de vraag. Ik denk dat de darm, zowel bij patiënten met een nierziekte als zonder, dat erg belangrijk is. En we zien, er komt steeds meer informatie over beschikbaar bij verschillende ziektes, dat de microbiota van de darm, dat die zich ook aanpast naarmate de ziekte.
En we zien bij patiënten met nierziekte dat de darm zich verandert. En eigenlijk, of de darmflora, dat die verandert. En steeds meer verandert naarmate de nierziekte verder vordert. En eigenlijk is dat een negatieve verandering. Er komen ook steeds meer bacteriën in de darmen die juist afvalstoffen produceren die normaal door de nieren afgevoerd zouden worden. Maar die kunnen dat niet meer. Dus die zich ophopen in het lichaam van die patiënten. Ja, inderdaad. De darm zou bijvoorbeeld ook ureum af kunnen breken. En daar natuurlijk allerlei producten, ammoniak bijvoorbeeld, produceren. Maar ook als je kijkt, het viel mij op dat er heel veel parallellen zijn met andere chronisch metabole ziekten. Met betrekking tot capaciteit ook om eiwitten te fermenteren. Ja, dus je hebt bij deze patiënten ook een hogere proteolytische fermentatie. Ja. Zou dat ook een impact kunnen hebben? Dat kan zeker ook nog op de spieren een impact hebben. Er is ook in eerder onderzoek is gekeken met gelabeld eiwit, dus waar een label in zit, hoeveel van dat eiwit beschikbaar komt. En daar hebben ze patiënten die hemodialyse ondergaan, die hebben ze vergeleken met met gezonde controles. En dan zagen ze dat als patiënten die dialyse ondergaan, dat eiwit innamen als een normale maaltijd, dat er maar 40% van de aminozuren beschikbaar kwam in het bloed. Terwijl bij de gezonde controles dat rond de 60% lag. Dus er blijft waarschijnlijk ook meer eiwit achter in de darmen. Ja, dus eiwit wordt minder verteerd en gaat dan meer richting de dikke darm. Hoe moet ik dat zien? Dat is moeilijk te beantwoorden wat er precies gebeurt met het eiwit. Het kan zijn dat het minder wordt verteerd. Het kan ook zijn dat de microbiota dat eiwit gebruikt voor het metabolisme van de bacteriën die daar zitten. Ja. En dus eigenlijk willen we die proteolytische fermentatie omlaag brengen. Hè? Dan kom je op eiwitbeperkte diëten bij deze mensen. Maar u geeft al aan, dat is niet gunstig, ook voor spiermassa. Zouden er nog andere strategieën kunnen zijn, ook gerelateerd aan voeding, om die proteolytische activiteit omlaag te brengen? Niet specifiek gerelateerd aan eiwitinname, maar verdere voedingspatroon? Dank u wel. Wat ook bij nierpatiënten nu een hot topic is, is juist meer de plantaardige voeding introduceren in het dieet, dus vezelrijk eten. Omdat dat lijkt ook goed te zijn voor inderdaad het microbiota. En van plantaardig eiwit lijkt het ook dat er minder afvalstoffen geproduceerd worden dan van dierlijk eiwit. Al is het wel een moeilijke balans tussen wanneer gaat iemand richting ondervoeding en moet je daar meer op aansturen met wat hoge kwaliteit eiwit. Of wanneer gaat iemand, moet je meer denken aan de nieren om de nierfunctie te behouden en kan plantaardig eiwit en vezelrijk eten, kan dat belangrijk zijn. Ja, zo, het is altijd een beetje een balans. En die vezels, wat doen die dan precies? Zou je dat sterk verhogen in de voeding? Ik zou dat zeker sterk verhogen. Ik weet niet precies wat het doet, moet ik eerlijk zeggen. Maar het zorgt wel over het algemeen, zowel bij patiënten eigenlijk met alle chronische ziektes, voor een betere microbiotica in de darm. Ja. Over het algemeen zien we dat die vezels, die houden ook juist, die worden dan daar gebruikt voor de fermentatie. Ja, ben ik helemaal met u eens. Hè. Die verhogen de koolhydraatfermentatie en dat remt juist die proteolytische fermentatie. Ja. Hè, die balans is ook in andere ziekten, hè, bijvoorbeeld zoals overgewicht, insulineresistentie, best wel belangrijk. Dus we zien maar weer dat er veel parallellen kunnen zijn. Ja. Dan wil ik nog meer een vraag stellen gerelateerd aan methodologie die je hebt gebruikt. En dat gaat in hoofdstuk 6, hè, waar u kijkt naar eiwitsuppletie met of zonder die brain chain keto acid. En u kijkt op de forearm balance van aminozuren. Nou, ik was benieuwd dat forearm model. Wat meet dat nu precies? Ja. Zegt dat iets over je spier? Dat hangt misschien ook af van waar je bloed afneemt. Of kunt u daar iets meer over vertellen?
Ja, het is een model wat veel wordt gebruikt bij metingen van patiënten die tijdens hemodialyse. Dus wat we eigenlijk kijken met de onderarmbalans is we meten aan de ene kant het arteriële bloed wat erin gaat. En aan de andere kant meten we het veneuze bloed, dus wat er uit de onderarm komt. En in dit geval hebben we dat met aminozuren gedaan. Dus de hoeveelheid aminozuren die of achterblijven in het weefsel of ja, vrijkomen uit het weefsel als mate van eiwitopbouw of eiwitafbraak. De onderarm is deels spier, maar ook deels bot en andere weefsels. Dus die spelen daar ook een rol in. Maar er wordt verondersteld dat spier toch het meest dynamische weefsel is, dus het grootste invloed op een verandering in zo'n balans zou hebben. Ja, en wat daar misschien mogelijk ook van belang bij is, het is natuurlijk een resultant van alles, maar heeft u gewoon oppervlakkig bloed gesampeld of is die canule in de arm in omgekeerde richting ingebracht om dat dicht bij de spier te zijn? Of? Ja, we hebben het arteriële bloed, dat hebben we uit de dialyse shunt gehaald, dus waar de dialyse machine ook op aangesloten wordt. En het veneuze bloed, dat hebben we uit een diepe elleboogvening gehaald, dus waar zoveel mogelijk het bloed van de spierweefsel van de onderarm terechtkomt. Oké, heel duidelijk. Dank u wel voor de antwoorden. Daar ben ik heel tevreden mee en ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel. De oppositie zal worden voortgezet door professor Boiry, professor of Nutrition, University Hospital Clermont-Ferrand. Merci de venir à Maastricht. Thank you very much. Thank you, Floris, for this beautiful words. My question is regarding brain chain amino acid impact on protein synthesis. You know that brain chain amino acid is an important signal for the signaling, especially on mTOR. But in your study using the brain chain keto acid, you didn't see any stimulation of protein synthesis despite an important increase in the concentrations. So how do you explain this? Highly esteemed opponent, thank you for your question and coming all the way to Maastricht. We would hope to see that muscle protein synthesis was stimulated. In my study, we did not perform a direct measure because that's almost impossible during hemodialysis because the patients are using anticoagulants, so taking a piece of muscle is very difficult. So we assessed the forearm amino acid balance, as I told the previous opponent. We did not see a stimulation. That could be that it doesn't work, that it doesn't stimulate muscle protein synthesis. Or another explanation could be muscle protein synthesis is already elevated during hemodialysis, that the branched chain keto acids did not further stimulate the mTOR pathway. Thank you. So actually, did you measure insulin resistance during this period? I mean, is there any anabolic resistance that has been shown in that situation? Do you mean during hemodialysis or during the patients? Hemodialysis. Yeah. During hemodialysis. So previous work by a group in the USA has looked at also with the forearm AV balance with amino acids, and they looked at muscle protein synthesis and breakdown also proxy measurements, but they saw that supplementing protein during hemodialysis increases amino acid uptake during hemodialysis, and that performing resistance exercise prior to protein ingestion could further increase the amino acid balance to a positive manner, and even after hemodialysis. So does it mean that if you just give brain chain and not the other amino acid, you are not able to stimulate? That's another hypothesis. Well, I think during hemodialysis, all the amino acids are removed equally, and you probably, and the branched chain amino acids, there are only three amino acids. So that's only a small part of the amino acids which are needed to build protein, to build muscle protein. So probably just providing these three amino acids or as keto acids will not, you don't give all the building blocks to build muscle. Then my second question, if I may,
is about the distribution. You give the dietary protein during hemodialysis in a time where there is a lot of perturbation, especially uremic toxin, etc. So why not giving it just after, and especially using maybe a fast digested protein in order to have a peak of amino acid to stimulate protein synthesis, but just after hemodialysis? What do you think about that? I think that the decline in plasma amino acid concentrations during hemodialysis is already very catabolic stimulus, which will increase muscle protein breakdown and consequently also muscle protein synthesis to match this increased breakdown rate. And I think that if we allow amino acid availability to be low during the whole hemodialysis session, that catabolic trigger is so big that you cannot compensate it afterwards. So it's important to prevent it instead of fixing it afterwards. So then, from what you say, would you give carbohydrate to inhibit protein breakdown? Because it's known that especially insulin induced by carbohydrate intake would be able to inhibit protein breakdown. So why not giving carbohydrate during hemodialysis and then after that giving protein? I think that that would be an option. In my study, we only provided patients with protein because we wanted to see what does protein, is protein able to compensate for the amino acid removal. But I do think that giving full meals, including carbohydrates, is very important. Though the muscle protein breakdown during hemodialysis, in when we're speaking of homeostasis, it's not a bad thing, because the amino acid concentrations in the plasma, they decline substantially, which is not only stimulating muscle or protein breakdown in muscle, but also in other organs that are even more important for us to survive. Okay, and do you think that splenic area is an important barrier, I would say, from after food intake? You know that maybe not all the amino acids are going to reach the muscle. So do we have any idea about splenic extraction of dietary amino acid in hemodialysis patients? Sorry, could you repeat the beginning? Do you have an estimation of splenic or liver extraction of dietary amino acid? Yeah, there's been a study by Stefan van Vliet who looked at amino acid availability after ingesting a full meal that contained labeled amino acids. And they showed that only 40% of the amino acids became available after ingesting this meal, while in healthy controls, this was 60%. So splenic extraction is higher in patients undergoing hemodialysis. But then that means that the composition of the amino acid might be different, meaning that maybe not all the essential amino acids are going to this at the same time, at the right place. I don't know. That could be. I think there's much more work to be done. And yeah, especially I think these patients are very challenging. So it's important to individualize nutritional prescription in this patient population. And I hope to still be able to contribute a bit to this knowledge in the future. Thank you very much. Thank you. De oppositie zal worden voortgezet door professor Hemelder, hoogleraar interne geneeskunde, bijzonder de nefrologie en deze instelling. Geachte promovendus, van harte proficiat met het gereed komen van dit prachtige proefschrift. Als nefroloog weet ik hoe complex het is om bij deze patiëntenpopulatie dit soort onderzoek uit te voeren. En deze patiënten hebben, zoals u al in de introductie gezegd hebt, een hoge ziektelast en een beperking van kwaliteit van leven. En het vraagt echt veel inzet en flexibiliteit van onderzoekers om dit onderzoek tot stand te brengen. Dus dat dat gelukt is, dat blijkt uit dit proefschrift, vind ik. En dat ziet u en ik wil ook uw begeleiders daarmee van harte feliciteren. Graag ga ik met u in discussie over hoofdstuk 5. In dat hoofdstuk onderzoekt u eigenlijk of er ook nadelige effecten zijn van de interventie die u hebt onderzocht.
En u kijkt naar de effecten van de extra eiwittenname en de lichamelijke inspanning tijdens hemodialysebehandeling. En u kijkt of dat nadelige effecten heeft op de uitscheiding van afvalstoffen. En dat meten we door bepaalde efficiëntie-instrumenten. U hebt daarvoor de reductieratio gebruikt en ook de KTV gebruiken daarvoor om te kunnen kwantificeren hoeveel ureum en andere uremische toxinen worden verwijderd uit het lichaam. Dat doet u eigenlijk met de gedachte dat dat met name voordeel zou kunnen hebben, die extra eiwitinname en die extra fysieke inspanning voor patiënten met een protein energy wasting. Wat is uw inschatting? Hoeveel van de dialysepatiënten hebben dat beeld van protein energy wasting? Hooggeleerde opponent, dank voor de aardige woorden aan het begin en de vraag. Recentelijk is er een meta-analyse verricht waar eigenlijk wereldwijd is gekeken naar de prevalentie van protein energy wasting. En er werd ongeveer geschat, elk land berekent het net op een andere manier, maar dat 1 op de 3 mensen die hemodialyse ondergaat, dat protein energy wasting, dat aanwezig is. Ja, dus dat betekent eigenlijk dat het een deel van de patiënten betreft, maar niet alle patiënten. Ondanks het feit dat er wel een behoorlijke hoeveelheid aminozuren verloren gaan tijdens die behandelingen. U hebt in het onderzoek in hoofdstuk 15 patiënten geselecteerd. Hoe hebt u die patiënten geselecteerd? Nou, we hebben hier op de afdeling in Maastricht, ben ik eigenlijk bij alle patiënten langs gegaan. Of heb ik eerst in overleg met de nefroloog gevraagd welke patiënten geschikt zouden zijn en of ze wouden vragen aan de patiënt of ze interesse hadden. Dus er zit al een beetje bias in dat het patiënten zijn die geïnteresseerd waren om te bewegen en in voeding. En belangrijke inclusiecriteria waren dat die patiënten moesten kunnen bewegen en voeding kunnen verdragen tijdens hemodialyse. Ja, dat begrijp ik heel goed vanuit de opzet van de studie. Maar hebt u ook een indruk hoeveel van die 10 patiënten hadden nou een protein energy wasting? Ik heb daar niet de individuele parameters voor gekeken. Er zat wel een flinke variatie in mijn patiëntenpopulatie. Dus ik had sommige patiënten die waren nog heel actief. En andere patiënten, daar kreeg ik wel in ieder geval met een klinische blik de indruk van dat ze protein energy wasting hadden. Ja dat herken ik als nefroloog. Onze klinische blik helpt ons vaak, maar we hebben ook vaak hulpmiddelen nodig om dat te bevestigen. En als u nou terugkijkt op uw opzet van het onderzoek, zegt u dan van, ik begrijp hoor dat het is al lastig om 10 patiënten te vinden voor dit onderzoek. Dat je eerst een inventarisatie doet, van krijg ik voldoende patiënten. Maar zou u nou ook een onderzoek bepleiten waarin je alleen maar patiënten includeert met protein energy wasting? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om juist zo representatief mogelijke groep voor de hele dialyseafdeling te hebben. Dus zowel mensen die nog redelijk gezond, relatief gezond zijn voor in die setting, als mensen die waar protein energy wasting volledig aanwezig is en die op het randje zitten. Ik denk dat het zeker voor de implementatie van dit soort interventies, dat het belangrijk is om de effecten bij de verschillende groepen te onderzoeken. Dus u verwacht eigenlijk de winst ook in alle, zowel in de patiënten met protein energy wasting, maar ook in de patiënten die dat niet hebben? Ja, ik verwacht dat iedereen, maar dat zien we eigenlijk ook al bij gezonde mensen, kan profiteren van beweging en goede voeding. Dank u. En mijn volgende vraag gaat over de Borg Ratings of Perceived Exertion Score. Die hebt u voor de patiënten gestandardiseerd op een bereik van 12 tot 15. Kunt u aangeven in hoeveel procent inspanningsvermogen dat oplevert, individueel gezien, als je naar patiënten kijkt? En of die standaardisering voor zo'n patiëntengroep met hele verschillende kenmerken, zoals u aangeeft, of dat terecht is? Ja. In de klinische richtlijnen wordt ook die Borg rated skill of exertion wordt ook gebruikt om, of wordt aanbevolen om inspanning te implementeren tijdens hemodialyse. En dat komt doordat dit een populatie is met heel veel comorbiditeiten.
Dus het is bijvoorbeeld al onmogelijk om op hartslag te kunnen trainen, omdat heel veel patiënten hebben een beta-blokker. Dus er is de hartslag gaat nauwelijks omhoog bij inspanning. En die score van 12 tot 15, dat betekent een mild intensieve inspanning. Dat moesten deze patiënten 30 minuten volhouden. En voor de meeste patiënten was dat ook echt wel zwaar. En ik sprak die patiënten ook altijd nog de dialysebehandeling na een testdag. En dan gaven de meesten ook wel aan dat ze daar spierpijn van hebben gehad. Dus gewoon van 30 minuten fietsen. Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat, misschien daar hoor ik graag uw kijk op, hè? Wat zou er gebeuren als je meer inspanning laat verrichten of minder inspanning? Hebt u daar idee over wat dat voor consequenties heeft ten aanzien van het effect wat u beoogt met de interventie? En dan heeft u het op het effect van wat ik heb beschreven in hoofdstuk 5, dus op de afvalstofverwijdering. Ja, we zagen dus eigenlijk dat tijdens de beweging, dat er bij bepaalde afvalstoffen, dat die meer verwijderd werden. Maar dat dat op de hele hemodialysebehandeling, dat dat geen significant verschil maakte. Dus ik verwacht dat als, nu was maar een half uur van de 4 uur hemodialyse bewogen de patiënten. Dus ik zou verwachten dat wanneer dat een langere periode is, dat je misschien over de hele hemodialysebehandeling wel een verschil ziet in de verwijdering van afvalstof. En zou dat gunstig zijn of ongunstig? Dat zou gunstig zijn, want het zijn de verhoogde verwijdering van afvalstoffen komt eigenlijk doordat die afvalstoffen die ik liet zien, die in de kunstnier terechtkomen, die worden daar wel goed verwijderd, maar ze moeten wel eerst in die kunstnier terechtkomen. En ze blijven juist een beetje achter in delen van het lichaam wat minder goed doorbloed is. En dat is tijdens hemodialyse, zijn dat bijvoorbeeld die benen. Dus op het moment dat de benen gaan bewegen, komt er meer bloed door die spieren heen en worden die afvalstoffen daar efficiënter naar het bloed gebracht en kunnen ze dus verwijderd worden. Dus dat is heel positief. Ja, dus eigenlijk is het ook wel zo, denk ik dan, als patiënten in staat zijn om langer dan een half uur te fietsen, dat we dat moeten stimuleren. Ja, ik denk eigenlijk dat als een patiënt de hele hemodialysebehandeling kan fietsen, dat ze dat zouden moeten. Ja. Heel goed, dan moeten we daar in de kliniek rekening mee houden, want we kunnen patiënten ook op een goede manier stimuleren, want we kunnen dan ook uitleggen dat het zinvol is. Ja. Het is best ingewikkeld, heb ik ook gemerkt, om patiënten ook langdurig te laten bewegen tijdens dialysebehandeling en ze dat vol te laten houden. Dus die motivatie is heel belangrijk. Mijn laatste vraag, als het mag, gaat ook met name over die schijnbare discrepantie die u vaststelt tussen enerzijds die reductieratio's. Ja, daar gebeurt eigenlijk niet zo heel veel mee. Dat wordt zelfs iets lager in sommige, bij zowel de eiwitinname als bij de beweging. Maar het verwijderen van de afvalstoffen neemt daarentegen toe. Hè? Ja. Ik las dat bij de eiwitinname dat je meer ureum verwijdert effectief. En bij de inspanning verwijder je daarnaast ook nog meer creatinine en fosfaat. Hoe verklaart u zelf die discrepantie tussen die ureum, of die reductieratio's en de effectieve verwijdering uit het lichaam? Dank u wel voor uw vraag. Daar kan ik een hele hoop antwoorden op geven. Dus ik ga me een beetje opbreken. Ik denk dat ik begin met eiwitinname tijdens dialyse. Dus zoals we net al bij de eerste hooggeleerde opponent heb geantwoord, dan wordt eiwitinname zorgt er ook deels voor dat er afvalstoffen weer in het lichaam komen. Dat is een normale reactie die misschien bij deze patiënten nog iets versterkt is. Dus dat zou ook gebeuren wanneer ze het eiwit innemen buiten de hemodialyse. Dan zorgt het eiwit ook voor afvalstoffen. En dat zien we terug in die reductieratio. Dus de reductieratio is de hoeveelheid afvalstoffen aan het einde tijdens hemodialyse, afgezet tegen de hoeveelheid aan het begin. Dus als we eiwit innemen tijdens hemodialyse, dat wordt omgezet naar afvalstoffen, dan is de concentratie in het bloed aan het einde ietsje hoger. En bij beweging, daar zien we juist dat de afvalstoffen die een beetje de neiging hebben om in die weefsels vast te blijven zitten en niet goed naar dat bloed gaan, dat die concentratie tijdens de beweging wat hoger wordt. En omdat hemodialyse op diffusie berust, als je een hoge concentratie in het bloed hebt, worden er meer afvalstoffen verwijderd. Dus tijdens de beweging komt dat doordat er meer afvalstoffen uit de weefsels beschikbaar komen.
En tijdens de eiwitinname komt dat doordat er meer afvalstof vanuit de darmen het bloed inkomen. Ja. En vindt u dat gunstig of ongunstig? Ik denk eigenlijk dat daar, zoals ik al zei, dat als dat eiwit bijvoorbeeld na de hemodialyse wordt ingenomen, dan komen die afvalstoffen ook weer in het bloed. Dus eigenlijk is het gunstig dat er meer van die afvalstoffen worden verwijderd. Ja, dat zou ook mijn idee zijn. En daarom verbaas ik mij wat over de conclusie van het hoofdstuk. Mijn laatste vraag, want u bent eigenlijk wat voorzichtig in uw conclusie. U zegt, ja, die extra eiwitinname die is heel belangrijk en die fysieke inspanning is erg belangrijk. En het heeft geen nadelig effect op de dialyse-efficiëntie. Ja. Maar dat is wel een beetje conservatief, vind ik. Want eigenlijk zou je toch kunnen zeggen met uw waarneming dat het een hele goede effect heeft op het verwijderen van afvalstoffen die we graag uit het lichaam kwijt willen. Ja, wat ik eigenlijk met dit hoofdstuk wilde bereiken, waarom ik dit heb onderzocht en heb opgeschreven, is dat er voorafgaand was er in de literatuur was er de suggestie dat eiwitinname tijdens hemodialyse, de efficiëntie van hemodialyse verminderde. En dat werd eigenlijk altijd gemeten met de KT over V of de reductieratio's. En met dit onderzoek wil ik, ja, de conclusie is vooral, dit beeld wat er nu is, dat klopt niet. Ja, mijn conclusie zou eigenlijk zijn dat die instrumenten die we gebruiken, reductieratio of KTV, eigenlijk helemaal niet geschikt zijn voor deze interventie. Het gaat juist om het verwijderen van die afvalstoffen, want daar heeft die patiënt baat bij. En dat hebt u ook in uw andere hoofdstukken aangetoond. Dus ik ben zeer content met uw antwoord en ik geef graag het woord terug aan de prorector. Dank u wel. The opposition will be continued by Professor Salles, Professor of Family Medicine and University of California Riverside School of Medicine. Thank you for coming all the way to Maastricht. Thank you, I appreciate being here. Floris, I want to thank you for this great contribution to our understanding that exercise is medicine for yet another condition, and that is the muscle wasting that occurs in patients with end-stage renal disease who are undergoing hemodialysis. Certainly we know kidney disease and hemodialysis, while a life-saving treatment, it has pretty devastating effects. And in fact, most of these patients die from heart disease. And so the importance of exercise is not just for maintaining the muscle mass or even improving the efficiency of dialysis, but also for trying to prevent the other chronic diseases and mitigate those diseases that they're more likely to die from. After doing this work, what are your insights on how do we get, starting with nephrologists, to change practice, to recommend exercise during hemodialysis? How can we expand that so it becomes a standard of care, not just regionally, but globally? What are your thoughts with that? Well, highly esteemed opponent, thank you for your kind words, flying all the way here to Maastricht, and your question. I think it's challenging, but as a recent article said, it's the prime time for exercise in kidney patients. So I do think that in the last decade, we have seen a shift to more and more dialysis units implementing exercise during hemodialysis. And I think that one of the most important things to get other departments to join now too is experience. So units that have experience to exchange that experience on conferences, on visits to other dialysis centers, because the centers that do implement it generally see a lot of benefits, mainly on patient-related outcomes. Mm-hmm. And what about the patients themselves? How did you motivate them to complete the exercise that was required? Well, you've got multiple options, and I think it's really good to individualize per patient. So with some patients, it really helps to set a goal, like, okay, what do you want to work towards? Is that climbing the stairs again, or is that even being able to get into the dialysis chair themselves without help? And that's already, for some persons, is that a big step. For others, they have been told sometimes for years that maybe exercise is not for you because, yeah, you're on hemodialysis, you should be very careful with yourself. So they do have some fear against exercise. And they should
And if they see other people doing it, I also had that in my research when I was doing the exercise with a patient. A lot of times another patient came and asked me, oh, can I also try it sometimes? So I think seeing other patients who have the same, well, the same disease, exercise, that's a big stimulus for patients. Yeah, I've found in my experience, group workouts tend to work really well. Yeah. Did you find that? Was there a synergy as they saw other patients in the dialysis unit also joining together to do the exercise? Did you find it was more effective if they sort of worked together on that and did it at the same time? Yeah, when we started to implement the cycling on the dialysis unit, we also clustered the patients together. So they were close to each other. There was one, it was less workload for the nurse because there was only one nurse that had to help with the dialysis bike. But also they would talk against each other. I think that really helps to motivate, and you also see, oh, if he did 20 minutes of cycling, the other one would want to do 21. So that's a very good motivation. Yeah, there's definitely an effective socialization that I think is very powerful. And we've seen studies that have been done in health clubs in group exercise classes get much better results than exercise that's done in a lab. So I think there's a real potential there to leverage. Extending on from that, how did you pick just the, I realize there's some real limitations when you're doing dialysis on what kind of exercise you can do, and most of these have all been done around using cycle ergometers to sort of just pedal while you're exercising. But when trying to build muscle, resistance exercise is really the key. Have you thought about employing, you know, resistance bands to do it? What were your thoughts on just doing the cycling? I would think that you could retard these negative effects on the muscle by doing more resistance training. What are your thoughts there? In my studies, I wanted to do a very practical intervention. And cycling during hemodialysis, it's quite practical for the implementation because it does not need as much supervision as working with ankle weights or working with resistance bands. And in addition, I already heard back from those patients that after 30 minutes of cycling, they got sore. So there was probably a bit of resistance exercise stimulus during cycling because these patients are so deconditioned that even, well, aerobic exercise for us is for them probably also close to resistance exercise. Sure. Did you find that improved over time? There was less soreness? They were able to do it much easier? In some patients it did, but some patients also, they always gave almost everything they had, so they were always sore afterwards. Mm-hmm. Great. Yeah, well, I think there's a real potential there to add in some resistance bands, hopefully with longer studies, a longer time with these patients. Now, along the same lines of trying to change practice, you know, I think most primary care physicians and certainly nutritionists, traditionally, we recommend a low-protein diet for patients with end-stage renal disease. This is going to be come as a change for people. How do you suggest pushing that off to our primary care colleagues? How do they make these recommendations? What would you use to try to convince them to change their standard of care? Well, the protein recommendations in patients with kidney disease, they're very confusing. Yes. Also for the patients, because as their kidney disease progresses, indeed they are recommended to ingest less and less protein, up to 0.6 grams per kilogram body weight at end-stage renal disease. But once they start hemodialysis, they actually recommend a high protein diet, so 1.2 grams of protein per kilogram body weight. So overnight, the protein recommendation doubles. So that's very difficult for patients to change to. So I've been told over and over not to take in so much protein. Yeah. So that's very difficult when they start hemodialysis to change diet and to actually follow those guidelines. But I do think that prior to hemodialysis is a very important stage. And in my current research, I'm also giving attention to this stage to see, can we use the protein that we still give to those patients to be most efficient to support muscle maintenance? Mm-hmm. So to provide it after a bout of resistance exercise, does this protein help to increase muscle protein synthesis? Because you can only give so much protein, and we know that when people exercise prior to ingesting
protein. The protein is more effective to stimulate the muscle. Right. Well, great. I think this is great work. I think it's got wide applications and just adds to this the data on the fact that exercise is medicine that we need to be assessing and prescribing it to all patients. So I appreciate the work you've done. Thank you. Thank you. De oppositie zal worden gecontinueerd door professor Scholz, hoogleraar Nutrition and Metabolism in Chronic Diseases. Dankjewel. Geachte promovendus, een van de laatste Nutrium Graduate Program laureaten die hier nu staat. Een heel mooi programma, want dat graduate programma dat geeft namelijk de promovendus in spe de gelegenheid om zelf een onderwerp te kiezen, om promotieonderzoek te gaan doen, zelf het team samen te stellen waardoor die omringd wil worden en ook de verschillende substudies daarin natuurlijk samen met dat team uit te werken. En ik denk dat dat heel erg goed gelukt is, waarvoor mijn complimenten aan uzelf en ook aan het promotieteam. Voordat ik wat dieper inga op hoofdstuk 3, zal het u niet verbazen dat ik toch even moet reageren op stelling 10. Die ga ik niet ter discussie stellen. Ik zou wel graag even een van de paranimfen willen vragen om naar mij toe te komen. Ze hoeft de stelling niet voor te lezen. Dat zal ik uit het oogpunt van de tijd zelf doen. Maar u mag dit even aan de promovendus geven. Voor degene die de stellingen niet bij zich heeft, die luidt: don't underestimate yourself. You are more capable than you think. En dit is een stelling van Roger Federer. En ik denk dat u met name met uw kenmerken als teamplayer, dat ertoe heeft geleid dat u ook op de tennisbaan, met name in het dubbelspel, tot meer in staat bent dan u wellicht dacht. En zeker ook nog met volledige toewijding op en naast de baan. En ik hoop van harte dat u daar tijd voor blijft vinden. Ook in een goede balans met de toewijding voor de volgende carrière stappen. Maar nu gaan we naar hoofdstuk 3. En daar wil ik eigenlijk een beetje voortborduren op een opmerking van professor Hemmelder. En dat heeft te maken met de kenmerken van de patiënten. Dat waren ook 10 patiënten die u in die studie had opgenomen. En u toont daar een aantal kenmerken. Eén kenmerk weet ik niet, maar was bij u wellicht wel bekend. Weet u wat het gewichtsverloop voorafgaande aan de studie was van deze patiënten? Waren ze gewichtstabiel? Hooggeleerde opponent, dank voor de aardige woorden en de tastbare herinneringen in onze tenniscarrière samen. En voor de vraag. In dit onderzoek heb ik alleen patiënten gekozen die stabiel waren in gewicht. Dus die niet in de afgelopen maanden meerdere kilo's waren aangekomen of afgevallen. Oké. Dan was ik benieuwd met de kenmerken die u gemeten heeft bij deze patiënten. Welke van deze patiënten zou het kunnen worden gecharakteriseerd als sarcopeen en welke niet? Heeft u daaraan gerekend? Ja, er is heel veel. Er zijn heel veel terminologieën voor de ondervoeding bij patiënten die hemodialyse ondergaan. Nee, maar ik heb het over sarcopenie. Dat durf ik niet zo uit mijn hoofd te zeggen. Nou, waarom ik het vraag is omdat u dat wel had kunnen berekenen, omdat u informatie heeft van de body mass index, van de lean tissue index en ook een maat van spierfunctie. En de huidige definitie van sarcopenie is gebaseerd op een maat voor de lichaamssamenstelling en de functie. Dus daar was ik naar benieuwd. Maar daar kunnen we nog een keertje op een ander moment aan rekenen. Dan toch ook even, en daar verwees u waarschijnlijk al naar in uw eerste start van het antwoord, is dat er waar ik mee dub is, je hebt sarcopenie, je hebt cachexie, daar zijn heldere definities van. Waarom in de nefrologiewereld nog die terminologie, en het was zojuist ook door u genoemd, van protein energy wasting. Is dat een ander syndroom of kunt u daar iets over zeggen? En wat vindt u daar zelf van al die verschillende syndromen en benamingen daarvan? Ja, daar is in de nefrologische literatuur heel veel discussie over gehad. En uiteindelijk is er een consensus statement uitgebracht waarbij ze zeiden van nou, we willen niet meer dat de ene studie over sarcopenie spreekt, de andere over cachexie. Laten we allemaal naar dat protein energy wasting gaan. Omdat een belangrijke oorzaak echt de
zowel de eiwitondervoeding is, dus dat de eiwitstores in het lichaam eigenlijk leeg raken, maar niet alleen het eiwit, ook de energie, dus het vet neemt snel af. En dat dat eigenlijk gecombineerd wordt tot een klinische definitie. Want dialysepatiënten komen 2-3 keer per week in het ziekenhuis, worden heel goed in de gaten gehouden, krijgen elke maand wordt er lab geprikt, waarbij bepaalde markers standaard wordt gemeten. En aan de hand van die markers hebben ze een definitie opgesteld waarbij wordt gekeken van, hebben deze patiënten extra aandacht nodig. En die markers heeft u niet gemeten in uw studie? Die hebben we wel ook gemeten, dus dat is onder andere de serum albumine. Nee, maar omdat u geen antwoord kon geven op de vraag van professor Hemmel. Ik heb het niet op individueel patiëntenniveau geteld. Maar we hebben wel, alle markers staan wel in de tabel met proefpersoonkarakteristieken. Oké. Nee, maar dan is dat helemaal helder voor me. Dankjewel. Dan wil ik even met u terug in de tijd gaan. Ik merkte dat u goed op de hoogte was van de huidige literatuur. Ik weet niet helemaal of dat ook is voor de wat oudere literatuur. Ik refereer even naar een paper in 2007. Toen was u vast heel veel aan tennissen, maar nog niet met dit bezig. Maar dat is een paper waar een van uw co-promotoren, professor Koman, ook heel actief bij betrokken was. En die heb ik nog eens nagelezen. Ik was daar zelf ook enigszins bij betrokken. Want dat was een trainingsstudie. Weet u? Van Eugenie van der Ham. Ja, dus u weet over welke studie ik het heb. Ja. Nou, dat is al hartstikke fijn. Want ik vroeg me af, dat is een trainingsstudie, gesuperviseerde training, bij onder andere hemodialyse patiënten. Maar juist op de momenten dat ze niet aan de dialyse hangen. En 12-weekse training, dus geïndividualiseerde kracht-duur trainingsprogramma. Nou, ik weet niet welke details u weet of nog eventueel nodig heeft, maar toen ik die studie nog eens nalas, toen dacht ik, wat zou u nu denken, wat vindt u überhaupt van die studie en die resultaten? Maar dat is misschien lastig om in te schatten. Maar wat zou u met de inzichten van nu mogelijk aanpassen aan een nieuw studiedesign, als u zou overwegen om een vergelijkbare studie ook te doen? Of zegt u van nee, de focus moet volledig tijdens die dialyse zijn, wanneer we het hebben over trainingseffecten? Ja, allereerst, ik vind het een hele mooie studie. Ik had hem graag zelf gedaan. Maar ik ben blij dat dit al beschikbaar was als startpunt voor mijn promotietraject. Die patiënten die trainden in het CIRO. Dus dat is een revalidatieinstelling, een stukje hier vandaan. En die patiënten in studieverband werden ze opgehaald met een taxi, daarheen gebracht, na de training weer teruggebracht. Voor een studie werkt dat perfect. Ik vind ook hele mooie resultaten uitgekomen. Maar ik denk voor de praktijk is dat niet te doen. Want dat is veel te duur om mensen op die manier te trainen. Ik heb ook deelnemers gehad die aan die studie nog hebben meegedaan. Dus die het een lange onderzoekscarrière ook hebben. Die hadden dat heel graag doorgedaan. Maar ja, dat werkt niet. Dus ik denk dat het belangrijk is om in ieder geval iets aan te bieden van gesuperviseerde inspanning. En dat dat vanuit de zorg aan te bieden, dat dat makkelijk is om dat tijdens hemodialyse te doen. Dan komen de patiënten al naar ons. Wat ik ook heel erg merkte is dat tijdens mijn onderzoek en daarbuiten, als ik met die fiets bezig was met patiënten, dat we ook heel veel gewoon praten over het belang van fysieke activiteit. En dat dat voor de patiënten ook al een stimulus kan zijn om iets extra's te gaan doen buiten de dialyse behandeling. En daarnaast, ja, ik denk dat bewegen tijdens hemodialyse, het is een goed begin. Het is niet alles, want je bent best beperkt in wat voor intensiteit de inspanning kan doen, omdat het toch tijdens een best wel intensieve behandeling is. Dus dat buiten de dialyse behandelingen, training, dat ook heel belangrijk is voor deze patiënten. En dan was er nog een bevinding die ik helemaal vergeten was. Maar in de context van voeding wellicht van belang. Wat opviel in die studie is dat er zijn verschillende markers gemeten in spierbiopten. En ook markers van het IGF-1-systeem. En daar bleek
Met name bij de nierdialyse patiënten bleek dat veranderingen daarin gerelateerd waren in de veranderingen in lean body mass. En toen dacht ik, ja, dat kan natuurlijk afhankelijk zijn van de trainingsstimulus. Maar zou dat ook nog een ingang kunnen zijn of een rationale om middels voeding of specifieke aminozuren nog verder te kijken of je dat bij die groep meer kan stimuleren of moduleren? Ja, we zagen inderdaad in die paper dat de IGF wel bij de dialysepatiënten daarmee gerelateerd was en niet bij de gezonde controles en de transplantatiepatiënten. Ja, ik denk dat dat voor een groot deel komt doordat ze gevoeliger werden door de exercise, door de bewegings, de trainingsstimulus. Er zijn ook voedingsinterventies waarmee je dat kan stimuleren, de spieropbouw. Maar ik denk ook dat het moeilijk is, omdat ze er gewoon niet goed op reageren. U mag uw antwoord afmaken, maar we kunnen het ook onderbreken nu. Ik zou nog een klein stukje zeggen. Ik denk dat beweging bij deze patiënten in deze gedeconditioneerde staat, dat een veel belangrijkere stimulus zal zijn dan alleen met voeding te werken. Dankjewel. Ik ben tevreden met het antwoord. Dankjewel. Floris Hendricks, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken en ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Outside, 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. All your time, 'cause I'll go the extra mile. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. On the dash, got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose that branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep park cause we're taking off. Hit the mileage, traveling so far. Like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions.
Floris Hendricks, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Van Loon is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze vaardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Mooi zo. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hier bij u, Floris Kees Hendricks, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul, door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Wel edel zeer geleerde dokter Hendricks, het werd tijd hè, beste Floris. Zoals altijd ga ik bij het schrijven van de laudatio altijd terug in de tijd en dan kijk ik naar de allereerste e-mail. Van jou moest ik terug 1130 e-mails en de eerste was 5 november 2000, weet je nog welk jaar? 13? 15. Oh, valt mee hè. Bijna 8 jaar geleden. Je schreef toen dat je een e-mail dat je onderzoek zou willen gaan doen op het gebied van de sportgeneeskunde. Dus toen was het al duidelijk wat je wilde. En je had al enthousiasme gekregen vanuit het blok Exercise Physiology, wat je ook omschreef. En je liep al mee met sportartsen van Top Support in Eindhoven bij dokter Timmermans, die wij gewoon in onze groep kenden als Rolf. Maar ja, jij noemde hem nog dokter Timmermans, maar die had ook al bij ons rondgelopen. En die zei dat het wel verstandig was eigenlijk om, voordat je in opleiding ging, toch eerst onderzoek te gaan doen. En zo kwam je bij ons terecht. En zo kwam je bij Joey terecht. Ik weet niet of Joey er is, ik zag hem niet zitten, maar vanavond. Joey kennen we nu alleen maar als dokter Smeets nou inmiddels, dus dat verandert. Maar Joey heeft je zeg maar onder zijn vleugels genomen en je hebt eigenlijk de eerste stap in het onderzoek gezet. Maar dat was niet genoeg voor jou. Want je kwam al heel snel met je eigen ideeën en de wens om een eigen onderzoeksproject op te zetten. En dat is nou iets wat we eigenlijk gewoon pas bij Promovendi pas aan het einde zien. Dat ze denken van, hé, nu willen we zelf iets onderzoek op gaan zetten, want nu weet ik het wel, nu kan ik alles. Maar jij begon voordat je ook zelfs maar begonnen was aan je eigen project. Dus dat was echt heel interessant. Zelfs over de aanvraag van financiën. Nou, toevallig was toen een NWO graduate programma en wat professor Scholz had aangegeven. Dit was echt een keer dat wij er niet mee kwamen met een idee, maar dat jij er echt mee kwam van ik wil dit doen en et cetera. En zo bracht je eigenlijk Frank, Jeroen en mij bij elkaar. Wij kenden elkaar wel, maar dan meer als meer een managementfunctie binnen Nutrim, als researchlijn of divisielijnleiders. Ik weet niet eens meer hoe het toen heette. Ja. Toen was het nog research, denk ik. Ja, divisie. En nu is het weer een divisie geworden, dus dat is ook weer helemaal mooi. En zo kwamen we bij elkaar en wilden iets doen met anabole stimuli, voeding en inspanning bij dialysepatiënten. Wat natuurlijk wel een riskant is, want hey, gaat dat lukken? Hoe moeilijk is het? De patiënten, et cetera. Het is vandaag al een aantal keren gerefereerd. Maar ja, je wilde het echt en zo zijn we ermee begonnen. En je hebt het geschreven en je hebt het ook nog gehonoreerd. En op 5 juli 2017, dus dan zijn we inmiddels al 2 jaar verder, kwam dus het positieve nieuws dat de aanvraag goedgekeurd was. En het was voor jou een vliegende start. Je kende iedereen al, je kende mensen in het ziekenhuis, je had al contact. Moest alleen nog op zoek naar onderzoeksgeld. Daar maken wij ons dan zorgen over. Maar ja, Floris wilde het ook zelf doen, dus die begon allemaal aanvragen te schrijven. Op een bepaald moment heb ik gezegd van schrijf nou maar geen aanvragen meer, ik ga mijn onderzoek doen. Je had, wat heb ik hier opgeschreven? Je had de Nierstichting PhD, de Nierstichting Call, de Challenge. Toen heb je nog de fiets aangevraagd bij de Nierstichting, ook nog gehonoreerd gekregen. Een Nierfiets, toch? 15.000? 10.000? 10.000, denk ik. Dus ja, dat is ongelooflijk dat je dat allemaal in je eerste jaar al deed, voordat je eigenlijk goed en wel een positie had.
Natuurlijk, de meeste grens moet je beseffen, 90% of meer halen we niet, worden niet gehonoreerd. Maar toen was al duidelijk dat je de juiste instelling had. Want een e-mail op 9-7-2017. Hoi Luc, jammer maar helaas. Anders zou het nu een luxe probleem zijn dat ik tussen twee grens moet kiezen. Gelukkig wel veel nuttige feedback, daarmee kan ik volgend jaar een keer de golfgrens proberen. Dus het liet wel zien dat incasseren en doorgaan. Nou ja, dat deed je. Je gaf presentaties voor de Nierstichting, patiëntenorganisatie, contacten met een heel netwerk van zorgverleners, een en al energie. Niet alleen op het werk, maar ook erbuiten. Ik kan me het kerstdiner bij de vakgroep nog herinneren, bij Charlemagne. Je wist dat ik erover zou gaan beginnen. Meestal hebben we dan eerst dinner, maar dan ga je daarna naar beneden. Je wil niet dat het afgelopen is, dus dan wordt er nog iets meer gedronken. In het geval van Floris was dat iets meer. Vooral kasteelbier. En op een bepaald moment zagen we dus Floris waggelend in een soort van zombiestand naar de kassa gaan om voor de hele vakgroep de rekening van de hele avond op te nemen. Met andere woorden, ik denk dat hij net zo makkelijk geld uitgeeft als dat hij het binnenhaalt. Dus daar moeten we een beetje mee oppassen. Maar gelukkig hebben we dat voorkomen. Medio 2019 had je een enorme dip. Daar schrok je denk ik zelf van. Je zag het ook niet aankomen. Frank en Jeroen en ik ook niet. We hebben ook bij elkaar gezeten en gedacht van, goh, komt dat nog wel goed? Want zat echt gewoon heel diep. En dat is niet onvervelend om het hier te vertellen, maar ik vertel het meer voor de rest van de zaal en voor mezelf ook. Jij kwam terug dat het niet meer normaal is. Wij dachten dat komt nooit meer 100% goed of zo. Dus we zijn blij dus 80% of 85%. Maar ik weet niet of je het zelf beseft. Je bent zo goed teruggekomen. Je bent nog ondernemender, nog scherper, nog beter communicatief dan dat je ervoor was. Dus laat dat een les zijn voor iedereen hier. Maar ook voor jezelf als je dingen in de toekomst tegenkomt. Het kan dus. Maar gelukkig weet je het allemaal. Ja, ik weet ook dat ik niet al te veel snel complimenten maak. Dus als ik ze maak, dan zijn ze ook echt. Ik kan me herinneren dat ik mailtjes stuurde met dat je manuscripten niet gereviseerd hoefde te worden. Maak ik zelden mee. Dat de rebuttal de juiste toonzetting had. Niet in de verdediging schiet en dan dat soort dingen. Dat is uitzonderlijk. En zelfs financiële paragrafen van aanvragen die je gewoon ook schreef. Dat je wist wat dingen kosten. Wat meestal de AIO's pas gaan beseffen tegen de tijd dat het geld op is. Dus dat is meestal... Daarnaast zei professor Scholz ook al... Je assisteerde bij allerlei projecten met biopten in de operatiekamers, feestjes, evenementen, ook een sterk punt voor jou. En zelfs toen ik voor de COVID-vaccinatie ging, bleek je in het MEC gewoon daar ook staan te helpen. Dus wat dat betreft overal van alles aan het doen. Het zorgde ervoor dat ik zelden mijn nee tegen jou kon verkopen als je weer binnenkwam. Maar dit wil ik doen en dit wil ik doen, dus ik zei meestal maar ja. En daarom organiseer je morgen ook je eigen symposium, jouw feestje, leefstijl op recept. Dus iedereen is uitgenodigd. Als dat nog past bij jou in de zaal, is jouw feestje. En ik denk dat, toen heb je talent fellowship naar binnen gehaald. Dus je kunt je eigen onderzoek voortzetten. Heb je nu ook gedaan, heb je net al richting iets over gezegd. En ik denk dat die onderzoekslijn de komende jaren door gaat lopen, ongeacht wat jij gaat doen en of je aangenomen wordt. Floris, ik denk dat je keuze om sportarts te worden een hele goede is. Het is ook een hele lange, hè, die had je toen al. In het verleden kozen jonge dokters met die specialisatie omdat ze van de topsport houden. Wij weten dat sport meer is dan spanning en vermaak. Het is iets om preventie van ziekte, maar ook behandeling van ziekte. Ik denk dat jij de eerste van een nieuwe generatie van sportartsen wordt, die leefstijl hoog in het vaandel heeft. En die is als sportarts probeert dus iets met chronische ziekte te doen. Eigenlijk waren die mensen nog niet. Die zien mij nou komen. Steeds meer. De roep wordt steeds hoger. Het staat ook binnen het MUMC ook heel hoog in het vaandel. En ook binnen de gezondheidszorg in het geheel. Dus ik denk dat er enorm veel mogelijkheden voor jou zijn. En ik denk dat jij daar een voortrekkersrol zult hebben. Als arts, maar ook als onderzoeker. Dan tenslotte wil ik de leescommissie bedanken. Degenen die hier aanwezig zijn. De aanwezige coronaleden. En in particular, would like to thank Professor Sellers for flying over here. You've made a tremendous effort in setting up exercise in medicine in the US, and I hope that you visiting here will only give more incentives to our hospital, but also Holland and possibly even Europe, in order to expedite and actually get to the same level. That would be nice. Certainly adds to the literature. Thank you very much. Pleasure to hear. And Eve, Professor Barry, thanks for coming over. Your visits are always great. Your discussions always go out of the box, and I love those discussions. So thanks for coming over here. I know how busy your clinical schedule is, but much appreciated.
Floris, rest mij, namens Jeroen en Frank natuurlijk, je te feliciteren. En bij de felicitaties wil ik natuurlijk ook Michel, je ouders, vrienden, familie betrekken. En ik denk dat het nou tijd wordt voor een feestje. Ik ben blij dat ze bij Thyssen geen kasteelbier schenken, dus ik denk dat het allemaal goed komt. Ik heb gezegd. Dr. Hendricks, ik mag u namens de hele universitaire gemeenschap van de Universiteit Maastricht ook feliciteren met deze mooie prestatie. Als niet-nefroloog heb ik ook genoten van uw presentatie. Ik ben een beetje bijgepraat. Het is goed geweest. Fijn, bedankt. En hiermee sluit ik deze bijeenkomst af. De receptie is, als ik het goed begrepen, in de Refter. Ja. En daar hoop ik u allen te ontmoeten. En hiermee sluit ik deze bijeenkomst.